Hoe haal je het maximale uit jouw training? Heel goed dat je van plan bent om een training te volgen. Maar hoe haal je nu zoveel mogelijk uit die training? Daarvoor kun je een aantal dingen doen. Voorafgaand aan de training, tijdens de training en na afloop van de training. Als eerste ter voorbereiding, ook als dat niet door de trainer gevraagd wordt, kun je zelf natuurlijk goed nadenken over specifieke situaties die je graag zou willen oefenen. In de weken voorafgaand probeer je te bedenken, zou dit nu een situatie zijn waar ik mooi deze training voor kan gebruiken? Tijdens de training is het heel moeilijk om op dat soort situaties te komen, maar vooraf lukt het al veel beter. Zo hou je er al veel meer uit. Het tweede wat je kan doen is heel goed nadenken over wat is het precies dat je graag wil leren. Wat is het nu dat je graag onder de knie wil krijgen? En probeer er alvast wat over te lezen. Daardoor maak je het onderwerp tijdens de training veel makkelijker eigen. Dan tijdens de training is het goed om telkens jouw leerdoel rechtsbovenaan te schrijven van je notitieblok of desnoods voor je te houden. En steeds vlak voordat je de oefening gaat doen, weer even terug te denken aan dat leerdoel. Probeer dat leerdoel positief op te schrijven, datgene wat je wel wil doen. Want als je heel duidelijk opschrijft, geen zeggen, dan zeg je natuurlijk juist. Precies. Dus schrijf op wat je wel wil. Tijdens de trainingen kun je ook gaan stapelen. Als de ene vaardigheid goed gaat en de volgende oefening komt erbij, kun je al proberen om dat er ook bij te stoppen als de eerste training al behoorlijk goed ging, de eerste oefening. En tenslotte na afloop van de training, dan is het natuurlijk heel goed om regelmatig de kennis op te frissen. Door te blijven oefenen, oefensituaties te creëren en er bewust mee bezig te zijn. Zet bijvoorbeeld in je digitale agenda een reminder waarbij je één specifiek stuk nog eens over nadenkt. Hoe kan ik dat nou verbeteren of toepassen? Bijvoorbeeld bij de eerstkomende belangrijke vergadering of bij een gesprek dat je van plan bent om te voeren. Bij het Nederlands Debat Instituut hebben we al een aantal dingen gedaan die het makkelijker moeten maken om veel meer uit de training te halen. Dat is voorafgaand een denkopdracht waarbij je al nadenkt over situaties en over specifieke vragen. Tijdens de training is het vooral korte stukjes theorie en vooral veel oefenen. En na afloop van de training mag je onbeperkt gratis komen naar onze oefenavonden. Elke laatste maandag van de maand op het Nederlands Debat Instituut. En natuurlijk kun je ook, zoals dit, de verschillende YouTube-films volgen die we hebben gemaakt. Zeg je, dit is inderdaad een tip die me heeft geholpen om meer uit de training te halen? Klik dan op het duimpje omhoog. Als je zegt, ik zou heel graag de nieuwste videotips van het Nederlands Debat Instituut zien op mijn YouTube-homepage, klik dan op het logo hierboven.